Dus we pakken kaasbroodjes. Daar viel ik bijna. Goedemorgen jongens. Het is vandaag vrijdag. En het is vandaag mijn allerlaatste lesdag. Na vandaag geen les meer. Tot volgend jaar in de vijfde. De laatste lesdag van 4 VWO. En kijk, we beginnen de dag goed. Met een hele grote bak vol met verse ananas. Die hebben we net even klaargemaakt. Dus dat is mijn ontbijt. Ga ik lekker van genieten. En daarna mijn laatste lessen voor dit schooljaar. Nou jongens, het is inmiddels alweer later op de dag. Het is 5:30. En ik heb weer heel de dag geleerd. Want volgende week heb ik toetsweek. Mijn laatste lesdag zit erop. En ik heb eigenlijk amper les gehad. Ja, heel veel lessen waren vragenuurtjes voor de toetsweek. Dus het waren niet echt lessen meer. Maar ik wil jullie even laten zien wat ik allemaal gedaan heb de afgelopen dagen. Ik heb namelijk dit hele pakket samengevat. Dit is alleen nog maar biologie. Ja, dit is voor biologie. Dit hele dikke deel. En heb ik samengevat. En hier zitten samenvattingen in. Zo. En dan moet je nagaan, hè. Dit is alleen biologie. En dan moet ik ook iets minder hier dan dit. Natuurkunde en scheikunde nog en informatica nog en wiskunde, maar wiskunde is niet echt samenvatten. Dus dat wordt nog heel wat. En dan heb ik nog aan het begin aan allemaal. Maar ik ben nu wel voor bio heel druk bezig met toetsvragen maken. Dat zijn de oefenvragen die zo gesteld worden zoals ze in de toets gesteld kunnen worden. Dus deze vragen komen niet letterlijk in de toets. Maar het is een beetje hetzelfde niveau als de toets. En daar ben ik nu mee bezig. En daarbij ben ik nu bijna op de helft. Dus ik denk dat ik dat zondag af heb. En dan kan ik maandag herhalen, dinsdag herhalen. En woensdag heb ik bio. En dan ga ik morgen ook beginnen aan natuurkunde en informatica. Dus jongens, ik heb het echt super druk. Goedemorgen jongens, het is inmiddels zaterdag en mijn haren zijn nog steeds helemaal ontploft. En dat komt omdat normaal gesproken, ik loop er even heen naar de badkamer. Deze crème gebruik ik normaal in mijn haren, maar deze is op. Dus ja, ik kan hem net zo goed weggooien, maar die is dus op. En normaal doe ik dat dus na het douchen in mijn haar, zodat het niet zo wordt. Maar helaas heb ik het niet meer, dus is het wel zo geworden. Dus moeten we even nieuwe kopen en dan wordt mijn haar weer een beetje normaal. Maar ja, ik zit toch heel de dag binnen, want ik heb volgende week toetsweek. En ik moet echt heel veel leren. Dus de komende tijd, eigenlijk alleen deze video zullen even wat minder enthousiast, druk, leuk zijn, denk ik, dan die daarna, want daarna ga ik gewoon weer leuke dingen doen. Dat is mijn toetsweek namelijk bijna voorbij. Dus mis die zeker niet, dus abonneer vast. Deze video's worden wel een beetje saai, want ik moet gewoon superveel leren. Misschien dat ik tussendoor even iets leuks gaan doen. En daar blijft het dan ook bij. Oké jongens, ik heb 2 uurtjes geleerd. En het is tijd om lunch te gaan maken. Dus we pakken. Nee, deze wil ik niet. Dus we pakken kaasbroodjes. Daar viel ik bijna. We hebben kaasbroodjes. En verder. Dit is zo lekker, jongens. Bij de slager gehakt staaf. Ga eerst de kaasbroodjes in de oven doen. En dan gaan we straks heerlijk gehakt staaf erop doen. Oké, jongens. De 2 broodjes zitten in de oven. Maar ik ben zo hard aan het leren. 2 broodjes is niet genoeg. Dus we gaan nog 2 broodjes maken. Maar die gaan we niet in de oven doen. Maar die gaan we in dit tostiapparaat, grillplaat doen. En gaan we een panini van maken. Hier doen we eerst op allebei de kanten pesto. Hier doen we dan kip op. En dan het laatste deel pijnboompitten en boter. Dus pijnboompitten nog ertussen. En dan boter op de onderkant. En bovenkant van het broodje. En dan dicht. En dan gaan ze zo in de grillplaat. Kijk jongens, deze broodjes zijn klaar. Zit gehakt op. Dus hier ga ik als eerst van genieten. En als deze op zijn, ga ik deze verder maken. Kijk eens even. Deze zijn ook klaar. Dus daar ga ik nog even van genieten. En daarna moet ik weer aan het werk. Voor school.
Toetsweek, yes, leuk! Oké, jongens, ik ga jullie het zo laten zien. Maar we gaan dus een prank uithalen. En ja, het schoot ineens in me op. Want kijk. Ja, ik heb dus zo'n pareltje, die was van mijn shirt afgegaan. En die viel dus op mijn bureau terwijl ik hier lekker aan het leren ben. Maar die viel dus op mijn bureau, dus ik zo met een beetje water hem opgeplakt op mijn neus. En nu heb ik dus, naar heel veel mensen, heb ik dus gestuurd een filmpje. Jongens, ik heb vanochtend een neuspiercing gezet. Dus, ik ben heel erg benieuwd hoe iedereen gaat reageren. Haley is de eerste die gereageerd heeft. Maar die geloofde dus, die zei dat ze het mooi vond. En jongens, eerlijk is eerlijk, dit staat mij gewoon niet. Toch? Nee. Zij zei, ja, het staat je, maar ik vind dit dus echt niet mooi bij mij. Alleen ik vind het dus heel grappig om te doen en ik ben heel erg benieuwd wat iedereen gaat zeggen. Verder heeft nog niemand het geopend, dus ik hou jullie op de hoogte. Tussendoor ga ik eventjes lekker leren. Kijk eens even hoe lief. Mama komt een heerlijk bakje fruit tussendoor brengen. Dus daar ga ik even van genieten en dan gauw weer door. Want ik wil gewoon voor vanavond het af hebben dat ik niet nog na het eten verder hoef. Want na het eten leren vind ik eigenlijk best wel vervelend. Ik sta liever eerder op om te gaan leren dan dat ik s'avonds nog leer. Dus even hard doorwerken zodat ik vanavond klaar ben. Oké, jongens. Het is nu gewoon bijna 7:30. En ik ben zo moe. Ik heb zo hard gewerkt vandaag. Maar ben ik om 10:00 ochtends begonnen. Ik denk 2 uurtjes pauze, alles bij elkaar. Dus moet je even nagaan. Echt heel lang gewerkt. Dan heb ik dus gewoon 7 uur lang gewerkt. Iets meer. Dat is bijna 7,5 uur. Dus ik heb echt hard gewerkt. En ik ga ook stoppen voor vandaag. Morgen weer verder. Ja. Het was... Ik heb gewoon last van mijn nek. Van de hele tijd voorover zitten. Maar nu ga ik zo eten. Papa is aan het koken. Ik ruik het al. Dus ik denk dat het zo klaar is. En dan ga ik lekker eten en dan vanavond lekker relaxen, lekker gamen, dat soort dingen. De volgende die gereageerd heeft is Sterre. Jullie zien een screenshot in beeld. En ze reageert, wow, was dat niet eng? Dus daarop antwoord ik, het viel mee. Vervolgens antwoordt zij weer, deed het pijn? Ja, dat wel, zeg ik. Oeh, maar ben je er wel blij mee, vraagt ze. Ja, het staat me wel goed, toch? Want ik zie dus aan haar blik... dat zij het eigenlijk niet zo mooi vindt. Dus daarom zei ik dit expres. Ja, maar wel een beetje wennen. Maar je ziet dat ze het niet mooi vindt. Dus vervolgens zeg ik... Waha, it's a prank. Say hello to my video. Ah, fuck, zegt ze. Nou, jongens, deze is sowieso al geslaagd. De volgende die gereageerd heeft is Flo. Maar die had het gelijk door. Ah, funny, zegt ze. Ze wist het gelijk. Ze kent me. Ze kent me gewoon het goed. Ze wist gelijk dat het een grapje was. Vervolgens, Demi had het ook gewoon door. En zegt, grappen maken. Hoe weet jij dat, vraag ik. Ik ken jou wel. Ah, zegt ze. En daarop antwoord ik nog even leuk. Met een leuke glimlach. Mijntje, die trapte er wel in. En was helemaal verbaasd. Meen je niet? Die had dat gewoon niet zien aankomen. Dus ik zeg, mooi of niet? En daarop heeft ze gewoon niet geantwoord. Dus, daaruit blijkt dat ze het eigenlijk gewoon niet mooi vindt. Dus ik zei maar dat het een grapje was. En daarop antwoordde ze... Kut wijf. Nou, Mijntje, ik hou ook van jou. Vervolgens antwoordde Niek gewoon nice, getypt. Waarop ik weer zei, staat best goed toch? Ja, dat vind ik wel, zegt hij. Dus ik zeg, jammer, want het is een grapje. Say hello to my video. En hierna zei hij dat hij het eigenlijk ook niet zo mooi vond. Eerlijk is eerlijk, het is geslaagd. Als jullie vaker willen dat ik dit soort dingetjes gewoon even tussendoor doe, als ik gewoon... in deze video niet echt veel echt zelf gedaan heb. Als je het leuk vindt dat ik vaker dit soort dingen ga uithalen bij vrienden. Laat het dan weten. Ik stuur het via Insta DM. Want mijn reacties staan waarschijnlijk gewoon weer uit. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie dit leuk vinden. En laat het dan weten. Want misschien doe ik het dan wel vaker. Ja jongens, het is weer zover. Vergeet de video af te sluiten. Dus bij deze, doe zeker nog een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal om niks van mijn avontuur te missen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.